bedoeling van bossabal is dat de bal de grond raakt in het speelveld van de tegenstander. Elk team mag de bal tot 8 keer toe passeren binnen het eigen speelveld, terwijl de trampolinespringer naar de juiste hoogte veert voor een spectaculaire smash. Om het even welk lichaamsdeel mag gebruikt worden, dus de spelers mogen de bal slechts 1 keer met de hand en tot 2 keer toe met de voeten of het hoofd aanraken. Wanneer de bal op de luchtkussens van de tegenstander terechtkomt, hier het gele gedeelte, heb je recht op 1 punt. Scoren op de trampolines is goed voor 3 punten. Wanneer de bal de bossa wall raakt, het grijze gedeelte rond de trampolines, gaat de rally gewoon door. Het welzijn van de spelers is van groot belang, vandaar dat alle veren en ijzeren staven volledig met luchtkussens bedekt worden, om te vermijden dat de trampolinespeler buiten het speelveld terechtkomt. Passa, 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 passa.